Wat ik vandaag wil laten zien in deze demonstratie is een zogeheten predictive analysis. We hebben er allemaal wel eens van gehoord, maar wat exact is het nu? Ik ga proberen met deze demo heel tastbaar te maken door te kijken naar een scenario wat wel bekend is in de retail. En dat is namelijk shopping basket analyse. En het is zoveel als hoe vaak koopt een klant artikel B als hij ook artikel A koopt. Dat is natuurlijk ontzettend interessant voor grote retailbedrijven om te zien welke combinaties ze aan moeten bieden als een soort van discount bijvoorbeeld. Ik heb een dataset. Ik ga eventjes naar de HANA Studio. Dat is de omgeving waar de meeste ontwikkelaars van HANA zich in zullen bevinden. Nou, als ik eens kijk naar een bepaalde selectie van data. Een data preview om nog een indicatie te geven hoe zo'n database eruit ziet. Ik heb een aantal artikelen. Ik heb een datum. Ik heb een omschrijving. Ik heb een bonuskaart en een ID. Nou, als ik dit nu simpelweg visualiseer, dan zal het dat niet zo heel erg veel opleveren. Dus laat ik eens wat omschrijvingen en wat artikelen bij elkaar zetten. Nou, dit geeft me niet al te veel informatie. Ik kan er nog een grafiek van maken. En dan is natuurlijk een tech cloud altijd heel goed om te kijken wat op welke punten sterk zijn. Maar nogmaals, ja, dit zegt maar niets over relatie van producten. Ik weet niet of aardappelschijfjes en oma's smulpiepers vaak samen gekocht worden. Als ik wil weten of ze vaak samen gekocht worden, moet ik een zogeheten a priori algoritme loslaten, wat tegenwoordig standaard in HANA zit. In mijn demonstratie laat ik dat nu aan u zien. Ik heb een klein Excel-spreadsheetje gemaakt om het een en ander te verduidelijken. Dus ik heb een aantal kassabon-transacties, ik heb een aantal bonuskaarten, een aantal artikelen en de omschrijving van deze artikelen. Wat wij door middel van deze demonstratie willen laten zien, is hoe HANA door middel van deze combinaties weet welke artikelen het meest gekocht worden, maar ook in welke verhouding zelfs meest gekocht worden. HANA gebruikt er een aantal kernwaarden voor, dat is namelijk de supportwaarde, de confidencewaarde en de liftwaarde. Nou, de supportwaarde in ons geval, in onze demonstratie, als ik focus op melk en brood, betekent dat de supportwaarde 0,4 is. Want 2 van de 5 transacties bevat deze combinatie. 1, 2, 5 transacties. Maar hoe vaak koopt een klant brood als hij ook melk koopt? De zogeheten confidence factor. In ons geval is dat 0,66, want 3 van de transacties die melk bevatten de tweede transacties de combinatie. Dus 2/3 is 0,66. Nou, dit is natuurlijk heel makkelijk te volgen. U moet zich voorstellen, als u dat op een miljard records doet, dat u graag een machine moet hebben om dat te doen. En daar is waar HANA natuurlijk heel erg sterk in is. Nou, vervolgens is de lift ook nog een belangrijke. De combinatie van support en confidence geeft al heel veel indicatie. Dat geeft namelijk weer of het een sterke relatie is. Want als allebei de waardes hoog zijn, betekent dat de combinatie vaak gekocht wordt. Maar het kan zelfs nog accurater. En dat kan door middel van het kijken naar de individuele waardes. Nou, we wisten dat de support van melk en brood de combinatie aan zich 2,5 is. En als we kijken naar de individuele transacties, zien we dat 3 van de 5 keer melk gekocht is en 2 van de 5 keer brood gekocht is. Als we deze twee weer door elkaar delen, dan krijgen we een zogeheten lift factor, wat heel bekend is voor dit a priori algoritme. Nou, onze factor is 1,667. Hij is boven de 1,0 en dat betekent dat hij een ontzettend sterke relatie is. Nou, dit is mijn a priori script. Nou, dat ziet er heel erg ingewikkeld uit. Maar in feite is het een redelijk standaard script. Het haalt wat data op uit mijn selectietabel. Het voert wat parameters in. En vervolgens doet het op het laatst een calculatie. En die calculatie is niet veel meer dan dit statement. Nou, ik zal u niet vermoeien met de uitvoer hiervan. Ik wil u graag de resultaten laten zien. De resultaten van de verschillende calculaties worden in de zogeheten results tab laten zien. Op het moment dat ik de tabel open doe, dan zien we daar de berekening staan. En wat zien we daar? Dat onze combinatie van goederen zoals we die in Excel kennen, dus 6758 en 10386, 6758 en 10386, we zien inderdaad dat HANA de juiste calculatie gedaan heeft. Supportfunctie, de confidence en de lift. Dus er wordt automatisch de juiste berekening gemaakt. Nou, als we dit nu heel even visualiseren. Van deze tabel heb ik een view gemaakt in HANA. Dat is deze. En als we kijken naar de
data preview van deze view, dan zien we een aantal opvallende dingen. Wat ik gedaan heb, ik heb de waarde van de postRule en de pre-rule bij elkaar gevoegd in één nieuw veld. Dat heet rule. Dit is namelijk de relatie tussen de twee. En ik heb alle kengetallen ernaast gezet. Nou, vervolgens, als ik hier nu een analyse op loslaat, dus laten we zeggen dat ik het confidence niveau graag wil weten. En ik maak daar een tagline van. Dan zie ik al een aantal dingen. Nou, als ik nu de lift factor er ook nog eens bij doe, dan valt ineens een aantal dingen op. En namelijk dat inderdaad onze combinatie 10386 en 6758 eruit springt. Dit is een hele sterke combinatie. Dus inderdaad, als iemand melk koopt, koopt hij ook brood. Je ziet hierboven nog een sterke relatie staan. Je ziet dat zelfs de combinatie van deze twee producten ook het product 6758 oplevert. En dat is in dit geval weer melk.